prachtige aflevering van een gloednieuw programma. En dat noemen we... Kamerpraat! Ja, ja, ja. Nou, vandaag hebben we weer bordevol nieuwe scoops. Nou Jan, vertel het eens. Wat is Kamerpraat nou eigenlijk? Denk aan een hoogwaardig stukje journalistiek. De verste roddels, de beste nieuwtjes en natuurlijk de grootste scoops die je van ons gewend bent. We stappen het Esplanadegebouw binnen en alle nieuwtjes, ja, die weten wij gewoon. En altijd uit eerste hand. Zo. Mooi, mooi. Ja, dat is het precies. Maar Jan, wat heb je in het weekend gedaan? Met PSV zag ik? Ja, weer veel te veel bier gedronken met PSV natuurlijk. Maar natuurlijk ook gewoon twee lekkere broodjes bal. Oh ja, twee broodjes bal. En een glaasje melk zeker. Wordt die lengte, of niet? Moet jij nou eens zeggen met je kogelvrije kuif. Hebben ze in Oud-Dijk nog geen kapper uitgevonden? En die snor van jou. Oh, ik mag het bijna niet zeggen, maar... Je lijkt op een... Nee, dit gaat te ver. Nou Jan, genoeg over het weekend. We hebben een aflevering bordevol met scoops. Nou, daar gaan we dan. Een van de eerste onderwerpen, Jan. Je weet hoe laat het is. Zet hem maar in. Ja, het is een scoop die je van je stoel zal blazen. Ik ga hem meteen maar eens inzetten. Scoop! Nou Jan, vertel. Nou, komt het dan uit eerste hand vernomen dat de Asterix Internal wordt gecanceld. Niet, wat? Vertel. Nou, het schijnt dat Yvonne Kolderweijer met verpletterend nieuws naar buiten gaat komen. En ja, daar moeten we maar eens naar gaan kijken. Hi, leuk dat je weer kijkt. Deze keer heb ik enorm schokkend nieuws. Nou, het verhaal ging als volgt. Asterix heeft dus 6 bestuursleden. En nu heb ik gehoord dat Sarah, hun internal, dat zij weg moet. Gelukkig hebben wij spionnen ook bewijsmateriaal verzameld. Hoi, ja, gaat dit zo goed? Want ik ben wel verkeerde dingen aan het doen. Wat is dat erg, hè? Maar mijn spionnen hadden natuurlijk wel gelijk. Nu hoor ik je denken, waarom moet Sarah weg? Nou, dat zal ik je even uitleggen. Zonder dat iemand het wist, heeft ze allerlei promotie verkocht en in haar eigen zak gestoken. Wat erg, hè? In haar eigen zak. Honderden euro's. Schandalig. Gelukkig hebben mijn spionnen bewijsmateriaal kunnen verzamelen. Een van de posts die ondertussen al is verwijderd, kan ik speciaal voor jullie even laten zien. Echt zo erg. Sarah heeft gewoon het imago van Asterix verpest. En zijzelf is ook echt niet meer te vertrouwen. Nou Yvonne, jij hebt ons wel weer verpletterd met ons nieuws, met dat nieuws. Ik denk dat we de komende tijd niks meer van Sarah gaan horen. Denk je wel? Ja, ja, zeg dat wel. Ik heb uit betrouwbare bronnen gehoord dat ze de eerste trein naar Frankrijk gepakt heeft. Dus die zullen we voorlopig niet meer zien. Okay. De groeten. Sarah is dus officieel gecanceld. Maar Jan, daar blijft het niet bij, toch? We hebben nog een hele hoop meer scoops. En ook over Asterix. Vertel. Nou, zal ik hem meteen maar eens inleiden. Scoop! Gaat wel, Jan. Ja, ik had nog steeds last van mijn longen toen ik dat pleuris eiland Mallorca van jou moest. Waar ik dat griepje opgelopen heb wat ze COVID noemen. Oh ja, toen die cameraman de camera kwijtraakt. Herinner je dat nog? Ja, die zat er niet heel veel meer van. Nee. Maar, luid er maar in. Oké, dan gaan we het nogmaals proberen. Scoop! We hebben eigenlijk te horen gekregen dat er een tweedejaars over de kamers van Asterix liep. Maar dat iedereen aan het slapen was. En die oude graftakken ook. Kunnen alleen maar slapen. Als je op deze leeftijd al ligt te slapen, kan je veel beter naar het bejaarden thuis gaan. Ja, zo is dat. Maar we hebben een video. Daar komt ie. Huh? Zie je dit? Liggen ze nou allemaal te slapen? Dat kan toch echt niet? Schandalig bestuur dit. Maar dat is nog niet alles. We zijn natuurlijk van journalistieke hoogstaande kwaliteit. Van hoor en wederhoor. Dus we hebben deze persoon nog gevraagd of hij een exclusief interview met ons wil afnemen. Ja, want anders hebben we weer rechtszaak aan de broek. En dat willen we niet. Dus we gaan nu snel naar onze razende reporter, Bender. Let's go! Maar dus, tweedejaars. Je zag het hele bestuur slapen op de kamers. Maar
Je wil hier verder niks over zeggen en jezelf vermond houden. Waarom is dat zo? Ja, ik weet echt niet hoe het nu gaat. Maar ik durf niet te zeggen, ik ben bang dat de intern ons zwart gaat maken. Oh, maar heb je het nieuws nog niet gehoord? De intern wordt gecanceld. Ja, ik denk dat het veel beter kan. Ik kan nu maar die stemvermoeien afdoen. Dat vind ik een heel goed idee. Vice Chairman, laat maar zien wie je bent. Hi, ik ben Jeroen en ik word de nieuwe Vice Chairman van SD Econometrics. Wat een scoops. Het houdt niet op. Wacht, geef me ook maar. Oh, lekker hè. Mag allemaal niet op YouTube. Nee, ja. En dat op het besef dat we niet eens op de helft zijn. Dus laten we snel doorgaan. Oké, meneer het dictatortje. Maar wat is nou aan de hand? Het volgende. Bender heeft niet alleen het exclusieve interview met ons opgenomen. Ze heeft ook gewoon haar eigen taken gedaan afgelopen week. En dat was er natuurlijk weer een prachtvideo gemaakt. Ja, top video's dat ze maakt. We gaan snel kijken. Let's go. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Bender en vandaag sta ik op een klimaatprotest. Laten we eens kijken wat de mensen hier te zeggen hebben. Mevrouw, wat bent u hier vandaag? Ik ben aandacht aan het vragen voor het klimaat. We moeten nu wat doen voordat het te laat is. Oeh, oké, spannend. Maar denkt u dat protesteren echt helpt? Ja, tuurlijk. De mensen moeten bewust worden. We moeten met z'n allen actie ondernemen en nu. Oké, maar wat doet u hier zelf dan aan? Heeft u dan uw eigen plastic flesje of...? Ja, tuurlijk. Ik gebruik geen plastic. Denk aan al die schildpadden. Oké, maar uw spandoek dan? Ik denk, neem aan dat die ook van plastic is. Is dat dan niet zielig voor de schuilpadjes? Ik ben hier gewoon een serieuze boodschap aan het overbrengen. En dan kom je met zo'n kutvraag. Ik ga gewoon even lekker dansen. Nou, ik hoop dat je boodschap beter is dan je ecologische voetafdruk. Nou, daar hebben we dan mensen. Een vrouw die een betere toekomst wil, een plasticvrije toekomst, tenzij het ontspannen gaat. Nou, dat was weer een interview van Bender, hè? Onze razende reporter. Ja, Bender weet altijd weer voor opschudding te zorgen. Maar Jan, herkende jij die vrouw? Nee, gewoon een van de klimaatwappie, toch? Ja, dat lijkt wel. Maar afgelopen jaar is zij meegedaan aan Essex on the Beach. Het redt alleen het domste wens daarmee. Ja, dat klopt. Maar laten we snel naar de scoop gaan. Luid er maar in. Scoop! Nou Jan, wat dus blijkt is dat Selina echt een ongelofelijke hypocriet is. Hypocriet? Wat bedoel je? Nou, ik heb wat research gedaan en het blijkt dat Selina heel vaak vliegt. En dan moet ik er even bij pakken, want afgelopen jaar is ze naar het volgende geweest. Lissabon, Valencia, Budapest, Sofia, Barcelona, Sicilië en dan afgelopen week ook nog Londen. Dus het lijkt wel alsof ze al haar idealen zo aan de kant schuift en dan nog zo'n interview geeft. Oh, en dat allemaal met het vliegtuig zeker? Ja, allemaal met het vliegtuig. En op zo'n klimaatprotest staan alleen maar om een beetje fame te scoren op de Instagram. Wat een walgelijke influencer. Laten we de cancelen. En Dennis, wat hoorde ik nou? Zat er weer een ongelofelijke scoop in het mandje van je Instagram? Ja. Goed gezegd. Naast knappe dames zat er ook weer een prachtscoop bij mij in het mandje. Ik zal hem deze keer voor de laatste keer van je overnemen. Daar komt hij dan. Scoop! Was er alweer een scoop over SD Econometrics? Ik zat een puinzooi is het daar. Ja. Zoals je weet is dit jaar het 9e lustrum van SD Econometrics. Maar ik hoorde dat de lustrumcommissie hele andere plannen had. Wat dan? Nou ja, de lustrumcommissie heeft natuurlijk een hoop budget gekregen. Maar wat ik hoorde is dat ze die al allemaal hebben opgezopen. Nee joh, houd toch op. Wat een ongelofelijke scoop weer, dames en heren. Ja. Ja, en hoe ze dat gaan oplossen weet ik niet. Maar wat we wel kunnen doen is... is ze bellen! Dus laten we dat gaan doen. Hallo, met Dennis. Klopt het dat heel het lustrumbudget weg is? Waarom wil je dit weten? Nou, we hebben
keihard bewijs tegen jullie. En je kan er niet meer omheen. Oké, onze commissie-eitje met de S-response liep een beetje uit de hand. En uiteindelijk waren we 10.000 euro armer. 10.000? Wat een scoop, wat een scoop. Maar dat kan echt niet. Laten we de hele lustro-commissie cancelen. Nee. Ik heb een oplossing bedacht. Ik ga het geld wel terugverdienen als een nieuwe external affairs van S-econometrics. Nou, laat maar zien wie je bent dan. Hi, ik ben Rijn en ik word de nieuwe external affairs van S-econometrics. Tell me where the freaks at.